Vanavond voelt het alsof ik thuis kom. Thuis in de poëzie, maar vooral ook thuis bij jullie allemaal. Dat jullie hier allemaal zijn vanavond betekent heel veel voor mij. Ieder van jullie is de afgelopen 4 jaar op zijn of haar eigen manier een stukje met mij meegelopen op deze weg. En sommigen lopen zelfs al heel lang mee. Uit elke fase van mijn leven zie ik mensen en ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie hier vanavond zijn om dit met mij te vieren. Een aantal mensen wil ik even apart noemen. Ten eerste heel veel dank aan de dichters die hebben gelezen en aan Harold voor de muziek. Ik vond het stuk voor stuk heel bijzonder en heel mooi gelezen bijdrage. Dus daar ben ik heel blij mee. Daarnaast veel dank aan mijn geweldige uitgever en ook mijn geweldige redacteur die daar ergens is. Ik kan hem niet goed zien, maar hij is er gelukkig. Toen ik nog vertwijfeld staarde naar een handjevol gedichten in mijn schrijfboekjes, was het voor hen al klip en klaar kennen. En zagen zij al een hele bundel voor zich. En ze hebben mij alle vertrouwen en alle medewerking gegeven om er iets moois van te maken. Dus ik ben heel blij met mijn plek bij Mark. Dan een heel klein vogelvluchtje door de geschiedenis. Ik wil graag Esther bedanken, die elk jaar een van mijn inzendingen voor de Turingprijs heeft gesponsord. Waaronder het gedicht dat werd opgepakt door Jasper, mijn redacteur, en waar het allemaal mee begon, Glim. Overigens wil ik ook de anonieme AWATER-redacteur bedanken, die het bewuste gedicht heeft laten doorgaan naar de tweede ronde, die zomaar in de zaal zou kunnen zitten vanavond. Ik wil mijn vader bedanken voor zijn zorgvuldige lezing van een aantal gedichten in een vroege fase. En hij is ook degene die de twijfelachtige eerdendeelval de eerste fout uit de bundel te hebben gehaald. Zoek hem op, de eerste 5 inzendingen. Nou, ik bedenk nog een prijs voor jullie. Daarnaast Tamar, groepie van het eerste uur, wil ik bedanken voor het trouwen vergezellen tijdens optredens. Mijn broertje en zijn vriendin Judith, die speciaal voor vanavond helemaal zijn overgehopt uit Madrid. Mijn moeder, die helemaal uit Zuid-Frankrijk hier is. En Jean, who came all the way from Ireland. Ik ben heel blij dat jullie er zijn, dankjewel. Rinder, dank voor het helpen bij het opstarten van dit fries hier. Ik weet niet of het anders goed gekomen zou zijn. En natuurlijk heel veel dank aan Perdue, dat ik hier mijn presentatie mag houden. Dat betekent veel, want het is de plek waar ik voor het eerst als student Nederlands naar presentaties ging. Allerlei poëzie leerde kennen. En het is gewoon de plek. Dus ik ben blij dat ik nu hier mag staan. Dus Bram en Lotte, dank. Eén speciaal, jullie zijn er vanavond. En dan nog een man die ik nu collega mag noemen, maar die vooral al bijna 10 jaar mijn echtgenoot is. Daarnaast is hij in al zijn functies en rollen een onvermoeibaar pleitbezorger voor de poëzie. En dat is hij ook voor mijn poëzie geweest. Er is geen moment geweest dat hij het vervelend vond dat ik ook zo nodig moest. Integendeel, er is niemand die me dit zo gunt als hij en die zo zijn best heeft gedaan om de wereld op de hoogte te brengen van mijn gedichten. Ik geloof dat iedereen in literair Nederland de laatste weken wel een bericht van Seert heeft gedaan. Ook heeft hij geholpen bij de afronding van de bundel door er met een vlijmscherp geslepen potlood doorheen te gaan. Dat deed hij trouwens op de dag dat ik moest voorlezen in Groningen in de Prinsentuin, 3 kwartier achter elkaar. En ik had een manuscript waar op elke bladzij halen stonden en moet dit en is dit goed? En op dat moment dacht ik, misschien had ik daar nooit aan moeten beginnen. Maar het is gelukkig goed gekomen. Ja, vooral is Seert al 10 jaar een bron van inspiratie voor mij. Toen ik hem net kende, zat ik al dichtbundels te lezen in zijn volgestouwde mini-huisje op de Bonairestraat. En nu zijn we vele bundels verder, van hem dan. Maar gelukkig is hij heel gewoon gebleven. Hij is moedig, durft zich bloot te geven en blijft zichzelf opnieuw uitvinden als mens en als dichter. Er is niemand met wie ik liever een dichters echtpaar vorm dan met jou. Wow. Nou, dan gaan we maar. Ik ga voor het eerst uit het ding lezen. Ik lees altijd gewoon van papier. Dus ik moet nu echt gaan bladeren. Ik vind het wel interessant. Kunnen jullie er nog 5 hebben? Ja hoor. Ja? Makkelijk. Nou, gaan. Baardgroei. Vannacht ben ik een man die een vrouw kust. En zijn half naakte vader belooft op zoek te gaan naar een bruid. Vannacht steelt een vrouw een blauw hertje van mijn balkon en moppert dat onze kleren haar kattenpouw maken. Zelfs in mijn dromen moeten mensen van me houden. Ik vind het dagboek van mijn oma in een wachtkamer. Het is druk, het loopt slecht af.
Een man verdwijnt in een veld vol molens. Zijn gedachten, kleine kinderen die op hun knie zijn gevallen. Morgen ontmoet hij een jongen die een helder beeld heeft van zijn toekomst. Morgen zal hij iets kwijtraken en in een hotel gaan wonen om het terug te vinden. Ik ga even naar. Toon. En je wacht tot de aarde begrijpt hoe ze je moet vasthouden als je op een schommel zit. Je ene hand al aan het dalen naar de stuivers op de grond. Vooruit op een nieuwe knie. Of op een oud bot blijven knagen waar de wormen op wachten. Ik zag hoe ze mijn huis meenamen, stond lang in de rij voor een vervolg. Ik trok andermans kaarten van de muur, volgde met mijn hand de etensresten. Een vingerafdruk op de muur wijzend naar de dag toen we de stoelen braken. Soms gooi ik nauwkeurig een kopje kapot. Wacht tot de echo me komt halen. Al die witte mensen. Achter de zusters aan. Wil iemand nog een pin? Oh, iemand van de buiten. Dat mag wel. Achter de zusters aan. Zij zitten stil en denken aan een ander. De kat is weg, het eten opgewarmd, hun huid zo dun dat ze een vlieg voelen aankomen. Zij pakt haar jas en gaat een blokje om. Hij schenkt zijn zuinige cognacje en draait de krant rond in zijn handen. Plotseling terug begint ze te praten. Zinnen glijden als gemorste koffie op de grond. Een donkere wolk glipt naar binnen en gaat tussen hen in zitten. Hij ziet het zweet op haar voorhoofd en wil het juiste doen. Het brommen dat hij voortbrengt, het machteloos starten van een motor die te laat op gang komt om hen ergens heen te brengen. Haar zinnen lopen nu alleen door een wijk vol onbekenden. Ze is al lang niet meer thuis, proeft groenten die ze niet kent en praat een leven bij elkaar waarvan ze de omtrek niet durft te schatten. Hij kan haar rimpels niet duiden, voelt dat de pleister van zijn leven wordt getrokken, fronst zijn voorhoofd tegen de zwermen woorden die vlekken maken op het tapijt. Tijd om iets verstandigs te zeggen. Iets wat een eind maakt aan het draaien van de kamer en de vreemde kleren van zijn vrouw. Uit zijn smalle leven puttend begint hij aan woorden. Die worden weggeblazen door de stroom die uit haar komt en de stoelen meespoelt. De geur van natte spinazie om zich heen verspreidt en overal gaten vindt. Stop, zegt hij. En een paar druppels wachten. Maar hij is te laat. De zee is binnen. Zijn vrouw staat buiten met een koffer in haar hand, klaar voor haar vertraagde reis. Hij ademt in, gaat kopje onder, reist nog even met haar mee. Nou, deze wilde ik eigenlijk lezen voor een vriendin in Zuid-Afrika die mee zou luisteren via de livestream. Maar de livestream is niet, want hij doet het niet. Maar goed, ik zal hem een andere keer nog een keer voor haar lezen. Voor Femke. Groef. De putten waar het leven er lekker op loshakt, ze halen ons uit elkaar of hangen onze verhalen samen op een haak. Soms pak je een bakje vroeger achteruit een kast en roer je langzaam tot het zijn geur bijgeeft en je weer weet hoe je handen het bed raakten, je voeten de trap afliepen naar een nieuwe dag, wat je niet meer kunt of nu pas. We zijn er nog, zien de maan hoger staan. Welke stem krijgt de leiding? Er staat een stad rond je huis, maar er zit een dorp in je hoofd. Je ziet de reuzen die je moet doden, niet de schouders om te staan. Leg je hand op je hoofd en laat hem daar. In elk geval zit een dans verborgen.